Goeiedag, dit is de Telegraaf Nieuwslits van dinsdag 3 januari met het nieuws in 100 seconden. Co Adriaanse ontslagen, moordstier afgemaakt, mannen gaan voor een extra 12 centimeter, televisie steeds dunner en YouTube kankerheld overleden. FC Twente heeft coach Co Adriaanse ontslagen. Onze voetbalverslaggever Marcel van der Kraan zit in Londen. Marcel, Steve McLaren kan meteen beginnen. Nou, het vertrek van Co Adriaans is op zich heel bijzonder, want de club staat derde op de ranglijst van de Eredivisie en heeft nog alle kansen om de titel te grijpen. Alleen de spelers van FC Twente en de rest van de technische staf dachten niet dat het met Adriaans kon gebeuren en met Steve McLaren wel. Okay. Laten we niet vergeten dat Steve McLaren de eerste trainer is in de geschiedenis die FC Twente aan een landstitel heeft geholpen anderhalf jaar geleden. Oké. Okay. De stier die Hendrikus en Hendrik Haring in Hengelo dooddrukte is afgemaakt. De boeren hadden geen schijn van kans toen de uitgebroken dolle stier op hen afstormde. De zoon van een van de slachtoffers vertelt in de Telegraaf dat zijn vader binnenkort met pensioen zou gaan. Steeds meer kleine mannen laten zich operatief verlengen. Voor een kleine 40.000 euro worden je dijbenen doorgezaagd en je lijf maximaal 12 centimeter verlengd. Daarna duurt het een half jaar voordat je weer fatsoenlijk kan lopen. Marseille is het centrum voor dergelijke ingrepen. Vroeger kon je daar alleen terecht als je benen verschillende lengte hadden, nu ook om langer te worden. LG komt deze maand met een tv van 1,5 meter doorsnee die slechts 4 mm dik is. Het hele apparaat weegt maar 7,5 kilo. Dankzij nieuwe productietechnieken wordt het apparaat ook nog eens flink goedkoper. Een Australische kankerpatiënt die vorig jaar een ontroerende boodschap aan zijn vrouw op YouTube postte, is overleden. Miljoenen mensen waren tot tranen geroerd door de verjaardagsboodschap. Christian Andersen werd slechts 36 jaar. Dit was een nieuwsflits. Lees verder op de site het verhaal dat Albert Heijn bonuskaartgegevens van klanten gaat gebruiken om persoonlijke aanbiedingen te gaan doen. Tot morgen!